We zijn aanbeland bij de eerste topper van het seizoen, Ajax-PSV. Op zondagmiddag om 16:45 kruisen de nummers 1 en 2 van de competitie de degens. En daar hoort natuurlijk weer een quizvraag bij. We knallen er direct in. En schieten, dat moet dan met rechts, maar dat kan niet ook! Een van de mooiste thuisdoelpunten ooit tegen PSV. En wat de goal nog mooier maakt, is die fenomenale assist die eraan vooraf gaat. Maar ja, wie gaf ook alweer die assist? Is dat A. Luis Suarez? Is dat B. Sim de Jong? Of is dat C. Marco Pantelic? Straks het antwoord. De vorige thuiswedstrijd tegen PSV was er eentje om niet snel te vergeten. Een paar dagen na die waanzinnige 4-0 overwinning op het Borussia Dortmund van Haaland kwamen de Eindhovenaren richting Amsterdam. Tadic en daar de kans op de treffer en het is ook meteen raak. Berghuis in de 19e minuut. PSV is agressief in de goede zin van het woord, maar komt wel een 2-0 achter. PSV meer en meer in het probleem omdat er foutjes gemaakt worden en Anthony straft het af. Haller is nu de aangever. Loopactie van Anthony, loopactie van Haller. Haller kapt. Daar is Klaassen. En als Klaassen de bal heeft in de 16. Tja. Even kijken of hier de honderdste voor Tadić nog komt. En die komt er. Dan is het feest voor Ajax meer dan compleet. Ook voor de meest memorabele editie van Ajax-PSV hoeven we niet heel ver terug in de tijd. In 2019 moet Ajax van PSV winnen om zicht te houden op de titel. Ajax komt op voorsprong, er lijkt niets aan de hand, maar dan. Angelinho, oh, lastig aangespeeld. Zo, dat been is wel heel hoog van Mazraoui. En die gaat daar ook geel voor krijgen voor die actie ten opzichte van de linksback. Mazraoui moet zich melden en de gele kaart gaat weg. En wordt vervangen door een rode kaart. Ajax door met 10. Angelinho met de voorzet. Daar komt de Jong en dan gaat hij er ook gelijk in. En is het gelijk in de Johan Cruijff Arena. De kopbal van de Jong. 10 seconden na het wegzenden van Mazraoui. Maar met 10 man doet Ajax vervolgens het onmogelijke. 72e minuut. Tadić of Soet. Dusan Tadić. 2-1 Ajax. Als er niet veel tijd meer is, de PSV achteruit moet, Ajax de bal in het bezit heeft. Taliafico, Neres. Daar wordt het nog 3-1 en is het beslist. En is de spanning in de Eredivisie helemaal terug. En dankzij deze overwinning blijft de titel in zicht, die we uiteindelijk ook behalen. Deze week vertellen we het verhaal van het Deense superduo Søren Lerby en Frank Arnesen. Ze sloten allebei hun carrière af bij PSV, maar braken door in Amsterdam. Ze speelden bij een kleine Deense club voordat Rinus Michels ze in 1975 naar Ajax haalde. En daar ontwikkelden de Denen zich van talenten tot dragende spelers en uiteindelijk tot boegbeelden. En Arnesen misschien. Frank Arnesen de postige kans. Arnesen. Ja, doelpunt van Frank Arnesen. Lerby alleen. En een kogel. Ja, 4-0. En ook tegen PSV wisten ze vaak het net te vinden. Tamata met Schepers. Tamata. En nu door de benen heen. Arnesen. Doelpunt. Lerby. Kieft. Goeie 1-2. Maar het is wat vol voor Lerby. Schitterend gescoord. Prima gedaan door Søren Lerby. Arnesen vertrok in de zomer van 1981 naar Valencia. Lerby vertrok 2 jaar later naar Bayern München. En Søren Lerby was lange tijd de buitenlander met de meeste wedstrijden voor Ajax. Tot een andere Deen, Lasse Schöne, zijn record in 2019 verbrak. PSV staat 1 puntje achter Ajax, maar de Amsterdammers hebben nog wel een wedstrijd minder gespeeld. Van de laatste 5 eredivisiewedstrijden wonnen de Eindhovenaren er 3 en verloren ze er 2. De topscorer van PSV is tevens ook de topscorer van de eredivisie, Cody Gakpo, met 9 doelpunten. En hij gaf meteen ook de meeste assist van de competitie, 11 stuks.
oppassen dus. We sluiten natuurlijk af met het antwoord op de quizvraag. In 2010 maakte Urbi Emanuelsson een van de mooiste thuisdoelpunten ooit tegen PSV. En de assist maakte de goal nog wat mooier. Maar wie gaf die assist ook alweer? Anita Pantelic. Bal eigenlijk alleen maar binnen te houden. Nou, zo dus. Emanuelsson. En schieten. Dat moet dan met rechts. Maar dat kan hij ook. Urbi Emanuelsson. Heb je zondagmiddag al plannen? Tijd om ze af te zeggen. Want om 16:45 is het tijd voor de absolute kraker tussen Ajax en PSV.